Weet je waarom hij me moe maakt? Fano heeft zo'n merk van zichzelf van... Ik ben Mercedes, boy. Mijn eerste auto was Mercedes. Mijn tweede en mijn dat derde. Dat was, hè? Was. Ja, okay, ik, broer, ja, ik vertel die story. Ja, ja. Zo was hij. Dus waarmee begon hij? Wel een GLC Coupé Hybrid. Oeh. Ja. En die was een T'tje plus, zoiets. Gewoon een T'tje plus. Oké, okay, hij was daar echt mee bezig. Toen dacht hij, wacht even. Waarom zou ik een auto van de T-plus nemen? Want ik ga ook nog verhuizen. Ik ga huis kopen. Dit, dat. Denk ik, dit was toch de gedachtegang of niet? Of dat was een dingetje erbij, toch? Ja, nee, was een dingetje. En dan is er nog een kleine nuance. En dat is van, ik zou die, was een SUV, trouwens, GLC SUV, zou ik nemen. Mm. Maar het was er gewoon nog niet. Yeah. Het was er gewoon nog niet. Dus ik kon het ook nog niet nemen. Oké, okay, ja. Dus, het was te nieuw. Juist, ja, het was er nog niet, ja. Toen dan kreeg hij ineens een epiphany, was hij van, hé, hey, ik hoef helemaal geen dure auto, want ik ben niet eens een auto guy. Toen ging je toen naar Tijuana met je hoofd? Nee, toen was ik nog. Toen was ik eerst nog X5. Oké, okay, toen dacht hij van, weet je wat? Oh nee. Hij ging eerst naar, weet je wat? Ik hoef niet alleen Mercedes. Juist. Laat me andere dingen proberen. Ging hij X5 proberen? Ik zit erin. Het was helemaal top. Ik dacht, hey, dit wordt die waggie. Kind was nog niet op komst, dus ik denk, we zijn met 6 man in deze auto. Gaat het rachen? Oké, okay, eindstand dat verwaterd. Hij gaat naar. Ik moet de Tijuana. En zijn gedachte was, ik heb helemaal geen dure auto nodig. Het boeit me niet eens. Plus, het Tijuana is ook fris. Bla, bla. Wat gebeurt dan? Hij komt erachter, het Tijuana is 50.000 of zo. En toen dacht hij van, oké, okay, maar waarom zou ik 50.000 de Tijuana spelen? Dan kan ik best goed iets meer. En nu is hij volgens mij van, hij zoekt tussen een Tijuana en een GLC coupé. Moet het een Duitse auto zijn? SUV bedoel ik. Nee, maar want dat is met heel veel mannen. Ja. Het is Merry, BMW, Audi, Volkswagen. En daarbuiten wordt helemaal niet gekeken. Moet het een Duitse auto zijn? Nee, niet per se, maar... De Fano, moet het een Duitse auto zijn? Niet per se. Maar ik heb wel iets met Duitse auto's en dan misschien specifiek Merry. Maar je hebt sowieso gelijk, hè? Dus ik volg je helemaal. Daarom... Zou je elektrisch kunnen? Nee, niet volledig. Nee? Niet volledig. Nee, zou ik ook niet. Wat is je rijgedrag? Qua rijden door heel Nederland? Of ja. Voornamelijk Amsterdam? Nee, voornamelijk Amsterdam en omstreken, Rotterdam, Hilversum. Almere. Hilversum, Almere, Rotterdam, ja. Amsterdam. Ja, ik zou maar volledig elektrisch zou ik gewoon... Ik zou mezelf dat gewoon niet aandoen, zeg maar. Dat zou waarom? Ik niet, zou ik niet willen, omdat wanneer je een keer denkt van... Hé, ik wil... Je moet gewoon heel veel nadenken. Stel je voor, je wil... Vanuit elektrisch rijden, bestuur, dat valt reuze. Als je gewoon elke keer, als je in je systeem hebt... Ja. Overal waar ik parkeer, en helemaal in Amsterdam, Almere, Rotterdam, Hilversum, zijn er genoeg laadpalen. Als je overal waar je komt gewoon die auto aan de laadpaal zet, dan heb je niks aan over na te denken. En als je een keer naar Parijs wil planken, ja, dan neem je één keer een break van een half uurtje en dan gooi je hem aan de snellader. En een half uur ga je even eten, even drinken, je chillt even wat, je luistert een paar tunes. Hé, hij is vol. En dan kan je weer door. Ja, theoretisch klinkt het zo, ja. Maar in de praktijk denk ik dat het nog wel eens anders kan gaan. Als je gewoon een actieradius van minimaal 500 kilometer hebt, zit je echt goed, man. Geloof me. En die actieradius is ook nog, als het 500 is het misschien 400, 350. In de winter is het... Snap je, broer? Ik wil gewoon niet nadenken, man. Dat is het. Ik wil gewoon simpel niet nadenken. Als ik leeg ben, ga ik lekker tanken. Ik ben ooit gestrapt met elektrische auto's zelfs. Dus ja? Dus je hoort me. Maar... Om terug te komen op jouw verhaal, en, bro. Sorry. En parkeren in Amsterdam... Ja, maar dan kan ik ook met de hybride auto. Ja, dat is goed. Ja, ja, als je plug hebt, dan zou ik zeker voor hybride gaan. Nee, maar daarom om terug te komen op jouw verhaal, bro. Daarom heb ik... Precies om deze reden, want je hebt ook gelijk. Hè. Ik was gewoon van... En die dingen kwamen steeds niet. Dus ging ik weer op iets nieuws, blablabla. Maar ik heb ook gewoon aan mijn auto gekozen. Maar ik heb niet eens gedeeld. Oh, wat dan? Een Opel. Ja, je gaat zien, toch? Oké, hoeveel is het? Hoeveel het kost? Ja, is het zeg maar nog steeds tussen die... Ja, het is nog steeds wel duur. Maar wel minder dan... Hé, waarom belt deze gast mij? Mag ik opnemen? Ja, toch, tuurlijk. Ik ben benieuwd. Hey. We bellen met Fred Santos. Je bent midden in de convo-uitzending, man, Fred. Oh, top. Nu komt Fred erachter. Hij is deze gast genoemd. Hey! Oh, dit zijn de gesprekken. Vertel. Je bent wel live. Oké. Maar wat is... Oh, maar dit komt wel uit. Dat weet Dimi dan. Ja, dit komt later pas uit. Maar wat is gebeurd dan? Of wat is... Nee, niks. Oké. Fred Chantus. Maar ik zie, je klinkt enthousiast. Dus er gaat iets gebeuren met die El Clasico. We gaan het voorzien.
Dus ik... Hij wil niet jinxen. Ik bouw je... We zijn zo klaar. Of niet zo, maar ik bouw je voor een uurtje of zo. Oké, is cool. En ga hem niet verrassen zonder mij, hè, want ik weet niet wat het plan is of zo. Nee, kom goed. Oké, is cool. 100. Shout-out Fridge. Wat gaat hij zeggen, we gaan naar El Clasico of zo. Als dat die verrassing is, gaat hij me para maken, want hij kon het net zo goed nu zeggen. Ja, ik weet niet wat hij gaat zeggen, man. Want we waren ermee bezig om te gaan. Het is 21 april. Is op zo. Hey, is over 20 dagen. 21 april is over 20 dagen, ja, man. Zang. Ja, we moeten boeken en zo toch vliegen. Want jullie gaan ook naar daar, toch? Ja. Ja, hij zei, man. Zang. Hij gaat filmen voor ons. Juist, ja. Ik vind het echt jammer dat El Clasico me niet boeit, man. Waarom? Omdat het me wel... als je zeg maar met je hart erin zit, lijkt het me wel echt een gimmatje, hoor. Ja. Ik zit niet met mijn hart in een van de... Ik vind Real Madrid een mooie club. Ja, maar jij houdt echt van Bali. Dat is weer een ander ding. Ja. Ja, dit wordt hem uiteindelijk, man. Waarschijnlijk. Want ik moet even kijken of die binnenkant me bevalt. Als de binnenkant me bevalt, dan wordt het hem, man. In dus Nissan? Uiteindelijk... Nice. Dus uiteindelijk, hij is mooi. Ja. Hij is mooi. Er komt al wat binnen. Ja, man, maar die binnenkant is bruin. Bruin met zwart, dus dat is even van hé. Vind ik dat. Dat is wel prijzig, man. Ja, ik krijg korting. Oh. Dus, wat, 10 Pro of zo? Ja, zoiets. 10 Pro is wel veel, man. Dus 10 Pro op een waggie van 2 ton. Shit. Dat is een huis. Ja, dus nee, man. Uiteindelijk, ik ga hem deze week checken. Ja. Is hetzelfde als die van die Turkse grapje van ons? Ja. Maar dan de... Ja. Oké. Nee, goeie. Maar dan 24. Je gaat dik. Nee. Maar ik heb lang gekeken. En het is ook gewoon 0 kilometer. Dus uiteindelijk, ja. Damn. Ja, man. Is dit hem gewoon geworden? Of wordt dit hem waarschijnlijk? Als die binnenkant me valt en anders moet ik weer... Maar Huis, nieuwe osso... Nieuwe huis, nieuwe kind. Nee, maar grapje. Nee, maar weet je wat ik ook had met die, ook met die Tiguan uiteindelijk, bro? Ik was zo lang bezig met die Tiguan zoeken, dat ik opeens had van, en is een frisse auto, is een goede auto, begrijp me niet verkeerd. Maar ik had wel van, het is wel een hele degelijke auto. En jij wil niet voor degelijk gaan, jij wil voor top. Ja, nee, niet eens per se voor top. Maar op een gegeven moment had ik gewoon van... Ja, het is wel een hele degelijke auto. Het mag wel wat meer, had ik op een gegeven moment. Bro, live your life, man. Ja, man. Ja, als zeker. Als je kan, waarom niet? En goed voor de economie. Ja, man.